Nou, ik denk dat daar mijn afspraak zit. Wij gaan vandaag op pad, Ja, ik ga je vandaag meenemen door de mooie Alblasser Waard. Tussendoor zie je toch wel veel nieuwe huizen verschijnen ook. Mensen die wat goed in hun geld zitten waarschijnlijk. Sorry Kees. Wij zijn eigenlijk op zoek naar de highlights van Oud-Alblas. Ja, en een restaurant is er hier. Klopt. Twee trouwens. Ja, en een brievenbus. Niet te veel gas geven, denk ik hoor. Oh. Wat denk jij? Ja, wat denk ik? Alle deuren gaan voor je open hier. Komt u verder? Ja, bedankt. Ik denk je hebt een soort danspaal in je... Als de molen stil zit, zou je hem daar ook voor kunnen gebruiken, ja? Dus het zal je toch gebeuren dat je een klap krijgt van deze wieken. Ik wil nog niet dood vandaag. Het is nog niet mijn tijd. Een nieuwe dag, de kenter in op zoek naar parels van de provincie. Nieuwe kennis, nieuwe vrienden, stap je bij me in. Zo, nou dat was even een andere start van de dag als dat ik had gedacht. Ik begon meteen met wat technische problemen. Er was een benzineslang die lekte onder mijn motorgedeelte op de uitlaat. Dus dat was nogal tricky. Maar gelukkig is mijn vadertje heel erg handig en heeft het snel opgelost, zodat ik aan mijn dag kan beginnen. Ja, leuk dat je weer kijkt trouwens naar een nieuwe vlog. Ik wil jullie trouwens ook bedanken voor alle leuke reacties die ik heb gehad op de vorige vlogs. Ik zou zeggen, gooi een blauw duimpje omhoog om het videootje leuk te vinden. En laat even een reactie achter hier onder deze video. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, hè, op mijn kanaal. Nou, deze aflevering zal de motor van mijn oude brandweerwagentje niet eens echt warm worden. Want ik blijf een beetje in mijn eigen gebiedje. De Alblasser Waard, een gebied waar ik zelf ben opgegroeid. Geboren in Nieuw-Lekkerland. Nu woon ik natuurlijk in Dordrecht. Maar de prachtige Alblasser Waard wil ik dit keer gaan belichten. Zo, dat waren toch 10 hele minuten. Onderweg naar Oud-Alblas, waar ik nu ben aangekomen. Ik ben uitgenodigd door het toeristeninformatiepunt Alblasserdam. En die heeft een gids ter beschikking voor mij gesteld die nog veel meer weet. Al zit vandaag wel een beetje het weer tegen. Er staat heel veel wind, dus ik hoop niet dat dat te veel parten gaat spelen deze aflevering. Hij zal zitten te wachten op me, want ik ben natuurlijk iets later omdat ik wat technische opstartprobleempjes had vanochtend. Nou, ik denk dat daar mijn afspraak zit. Bert, die zit daar al. Met koffie. Oh, voor mij ook eentje. Heerlijk. Ik ben Kees. Ik ben Bert. Ik heb inderdaad net twee koffie besteld. Hij is nog warm. Heerlijk, dus, heerlijk. Helemaal goed. Nou, wij gaan vandaag op pad, Ja, ik ga je vandaag meenemen door de mooie Alblasser Waard. We gaan over het riviertje de Alblas. De Alblas? Waar... Van de Alblasser Waard ook? Van de Alblasser Waard. Nou, punt 1 is al gemaakt. Alblasserdam is ernaar vernoemd. Oud Alblas is ernaar vernoemd. Hopelijk valt het mee met het weer. Ja, tot nu toe niet. Maar wij zijn het zonnetje naar huis. Laten we het daarop houden. Ik ben ook echt gekleed. Wij zijn allebei heel erg gekleed op noodweer. Dus dat wordt waarschijnlijk weer lachen. Maar we laten ons niet gek maken. We drinken lekker ons kopje koffie op hier bij restaurant de Krom. En dan gaan we daarachter, zag ik ze al liggen daar. De sloepjes gaan we pakken en dan gaan we mee de hort op. Dan moet dit, denk ik, onze boot zijn. Correct. Hallo, ik ben Kees. Ik ben Thomas. En Bert daar. We gaan het schip in hier, als het goed is. Gezellig. Sturen is hetzelfde als in de auto. Even wennen, maar dat komt vanzelf. Even wennen komt vanzelf goed. Ik vind dat je het leuk doet. Dat is mooi. Ja, dat is een uitleg. Nou, daar gaan we dan. Kijk je uit dat je niet tussen wal en schip valt, ja, Bert? Ja, een beetje over. Ik ben ook ja. Hij is aan boord. Ja. Ik heb nog wat lekkers meegenomen. Oh nee, joh. Onderweg. Zo, jij mag vaker langskomen, Thomas. Alsjeblieft. Die geef ik even aan jou, Bert. Dank, Thomas. De picknickmand. En een boerenplank. Nou, echt. Het zou trouwens niet leuk zijn als dit nu laat vallen. Nee, inderdaad. Maar dat... Oh, dat gaat helemaal goed komen. Dat is fantastisch. Bert, dit wordt onze dag. Ik voel het. Wat een verwennerij. Tot vanmiddag. Yo. Oh, moeten we nog een paraplu mee? Oh, een paraplu.
hoe doen we dit zonder een nat pak te krijgen? Dan krijg je dus een paraplu, maar vervolgens val je in het water en dan heeft het ook een... Ja, oh, hij is binnen. Ja hoor. Oh, hey, fantastisch, dankjewel. Even goed om te vermelden dat ik tot dit moment schadevrij aan het varen ben. Ja. We zijn wel geteld 3 meter onderweg. Klopt, maar dat gaat helemaal goed komen. Ik zie jouw skills al. En we varen straks zo de prachtige Alblasserwaard in via de Alblas. Allemaal mensen die denken van, die gaan lekker met een bootje op pad. Of ze denken misschien, zo, die gaan nat worden straks. zie die wolken. Maar het maakt ons niet uit. Ja, heel veel oude huizen, oude boerderijen langs de Alblas. Ik vind dit dus echt wat hebben, hè. Zo'n oude boerderij. Je ziet daar de mensen achter het raam aan een kopje koffie met een boerenbonservisje. Maar daartussendoor zie je toch wel veel nieuwe huizen verschijnen ook. Mensen die wat goed in hun geld zitten waarschijnlijk. Ja, dit is natuurlijk een prachtige omgeving, hè? Schaapjes op het droge. Ja, nou, die hebben inderdaad de schaapjes letterlijk en figuurlijk op het droge daar. Dat valt mij dus ook wel op dat je de laatste jaren in de Alblasserwaard in één keer overal Tesla's, Range Rovers, oplaadpunten ziet. Ja, en dat contrast met die ouderwetse boertjes die hier zitten is best groot met, ja, bijvoorbeeld zo'n sloep die hier zit. En allemaal grote huizen. Die mensen hebben gewoon hun eigen strand voor de deur. Ja, en op zich is het ook weer, ja, niet zo verkeerd dat die mensen hier komen wonen met die grote villa's. Het zorgt dat het gebied ook levendig blijft. Dat die oude boerderijen ook in stand gehouden kunnen worden. Ja, want je ziet ook wel her en der de afgelopen jaren veel vergane glorie. En dat, ja, wordt allemaal weer heropgebouwd. Ja. En als luxe woonvilla's. Bert heeft een mooi plekje gezien waar we even kunnen aanleggen. Zodat we kunnen genieten van al het lekkers wat we hebben gekregen. Dat lijkt me wel een mooi plekje daar. Hoe lenig ben jij met op de kant springen? Nou, ik kan mijn been in mijn nek leggen, dus dat gaat wel lukken. Ja, dat gaat wel lukken. Hebben ze trouwens lijnen meegenomen waar we de boot aan vast kunnen? Ja, ik zie daar 2 lijnen. Ik moet natuurlijk niet tussen wallen schip vallen, mensen. Dan is de hele show voorbij. En dan gaat Bert natuurlijk heel hard lachen als dat wel gebeurt. Oh, sorry Kees. Nee, dit gaat goed komen nog vandaag, Kees. Jij hebt echt aanleg voor talent, Bert. Hoe lang duren die vlogs voor jou? Ja, ik ben van boord, Bert. Maar nu jij nog natuurlijk. Ik ben best wel nautisch, vertel ik hem net. We gaan het helemaal anders doen, tegen de wind in. En je ziet Bert kijken, wat weet die jongen daar veel van? Nou, inderdaad. Nou, dat klopt. Hou je vast, Bert. Ja, ik hou hem vast. Zo, we zijn van boord gegaan. Ik zie daar 2 heren, die kunnen ons misschien nog meer vertellen over de omgeving. Goedemorgen, heren. Mag ik u wat vragen misschien? Werk. Ja, heel even. We zijn eigenlijk op zoek naar de highlights van Oud Alblas. Highlights? Ja, dan bedoel ik niet deze stijger. Nou, je kunt beter even naar de kerk lopen. Ja, naar de kerk en dan? Nou, er hebben een ander hoogtepunt. Dat is wel... Dan zijn ze een nieuw dak op het opleggen. Oh, echt? Oh. Dus. Nou, meneer, kijkt u uit op de trap? Zal ik doen. Wij gaan er weer vandoor. Hey. Richting de kerk. Werk ze. Dag. Ja, dat is dan de kerk, Bert. De kerk van Oud Alblas, Kees. Ze zijn aan het knutselen. Zeker weten. Dat moet af en toe ook gebeuren, hè? Nieuw dak erop. Komt u uit Oud Alblas? Woont u hier? Ja. Ja? Wij zijn eigenlijk op zoek naar een leuk punt in Oud Alblas. Ja. 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 Kunt u dat misschien vertellen? Waar? Ja, hier de kerk. De kerk, ja. Ja. Nou, dat wordt daar geknutseld, hè? Zie ik. Ja, en een restaurant is er hier. Klopt. 2 trouwens. Ja. En een brievenbus. Ja, en een brievenbus. Dat zie je eigenlijk ook niet overal meer, nee, natuurlijk. Nee, er zijn er niet zoveel meer in. Nee, nou ja, dat is toch een faciliteit waar wat best handig kan zijn, ja, natuurlijk. Ja, dat is zeker, ja. Zo, bijna. Goed, we gaan weer verder. Ja. Nou, we gaan weer terug naar de boot, als die er nog ligt. Maar je moet in deze gebieden wel uitkijken dat je niet voor je sokken gereden wordt door grote landbouwvoertuigen. Want daar staat de regio toch ook wel een beetje onbekend, hè? Agrarisch gebied. Agrarisch gebied. Ja, nu het moment, Kees. Ligt de boot terug bij de boot? Nee. Ja, hij ligt er nog. Hij ligt er nog. Ja, ja. Hier, kijk, achter. De snoep is goed. Staat je goed, zo'n picknickmand, Bert? Dankjewel. Maar wat zit er allemaal in het mandje, Bert? Laat het eens even zien. Even kijken. We hebben jurans. Ja. 2 glazen. Oh, kijk eens. Kijk eens even. Een broodje met iets. Oh, dan gaat u helemaal naartoe.
Ja, ik ben net naar die molens even geweest, met Kinderdijk. Oh, je komt ook bij de molens vandaan? Ja, jullie ook? Nee, we gaan er nu naartoe. Nou, dus dit is het appelhuisje. Nou ja, huis. Hey Bert, heb je hem door? De zon schijnt weer. Het is van alles wat, hè? Het kan vandaag of de paraplu of de zonnebrand. Maakt niet uit. Maar wat verschijnt hier aan mijn rechterkant? Ja, dit is de Kortlandse Molen. Ja. Ook wel de Witte Molen genoemd, hier in de omgeving. Je verzint het niet? Je verzint het niet. En hij is gebouwd in 1890. Ja, het is wel een iconisch beeld, hè, hier. Het is eigenlijk een beetje de entree van het Kinderdijkse molengebied, hè? Klopt, ja, zeker. Oh, we komen hier voor een bruggetje te liggen die wel heel laag is. Bert, gaat dit lukken? Wat denk jij? Zullen we het proberen? Nou, ik weet niet hoe gehecht jij aan je hoofd bent. De ophaalbrug blijft gesloten. Even niet te veel gas geven, denk ik, hoor. Oh. Gewoon rustig aan, denk ik. Rustig. Rustig. Meneer, kunnen we er onderdoor, denkt u? Gaat dat lukken? Geen idee. Wat denk jij? Kijk. Ja, wat denk ik? Wat denk jij? Het stuur, kijk, het stuur. Jawel, dat gaat lukken. Zie je het stuur? We hebben het gehaald. Kees, maar dat betekent wel, stel dat het gaat regenen deze en het waterpeil stijgt, ja, ja, dan hebben we een probleem op de terugweg. Ja, dit is dus de molen van Björn, daar. Daar moeten we heen, maar daar kunnen we dus niet komen, daar kunnen we niet aanleggen. Dus we moeten even een ander plekje verzinnen. Ja, daar verderop zie ik wel een plekje. Dat is het bezoekerscentrum, hè Bert? Ja, helemaal spiksplinternieuw. Ja. In het najaar, vorig jaar, augustus, september, zoiets geopend door de voormalige koningin, prinses Beatrix. Wat vind je er zelf van? Ik zelf vind het wel een mooi gebouw. Ja, ik eigenlijk ook wel. Meningen zijn er wel over verdeeld hier in de omgeving. Ja, dat heb je altijd. Ja, ook mensen die vinden het te modern in het gebied waar al die authentieke molens staan. Ik vind het persoonlijk juist heel mooi combineren. Ja, vind ik ook transparant. Dus, Ja, we lopen in één keer een soort van backstage bij de molens van Kinderdijk. Kijk hier, tractoren en zo. Maar dat is eigenlijk de manier hoe we de molen van Björn kunnen bereiken. En dan is een beetje de vraag, hoe stap je bij een molen naar binnen? Wat is de entree van de molen? Er zit geen bel. En als je verder doorloopt, dan ligt je hoofd eraf. Ja, daarom heeft een molen ook altijd twee ingangen. Ja. Je ziet die body, wat ik net zei, die is van steen. Ja. En het dak is van riet. En als je naar tussen het steen en dat rieten dak kijkt, dan zie je een soort gele rand lopen. Ja, ja. En dat dak met die wieken, die kunnen dus, dat kan de molenaar draaien. Ja. 360 graden, dus waar de wind ook vandaan komt. Ja. Een molenaar kan wel zijn wieken in de wind zetten. Ja. Maar dat betekent, als je één ingang zou hebben, nou ja, zoals je ziet, nu gaan die wieken voor die ingang. Ja. Dus dan is het soort van, ja, precies. 1, 2, dus levensgevaar. Dus aan de andere kant zit ook een ingang. Een soort Russische roulette. Precies, ja. Precies. Dus als je in de molen woont, je hebt alle twee ingangen. Ja, en de verkeerde ingang nemen, dat doe je maar één keer. Want dan ben je een kopje kleiner. Dat kost je kop. We worden welkom geheten door de hond. Hoi. Hallo. Nou, zo sta je in één keer voor de molen. Daar is de molenaar gespot. Die staat eventjes de punten bij te knippen in de tuin. Wow, het voelt heel raar, maar dit moet kunnen. Goedemiddag. Oh, goedemiddag. Hallo. Zo, nou, dan zijn we in één keer bij jouw molen aanbeland. Ja, welkom. Dankjewel. Maar wat was je nou aan het doen, joh? Ik met mijn dooi takken eruit moet knippen, want hij gaat hij legt het loodje, denk ik. Kunnen wij heel even een kijkje nemen? Misschien in de molen heel kort. Ja? Ja hoor. Nou, leuk. Alle deuren gaan voor je open hier. Komt u verder? Ja, bedankt. Zal ik even. Nou, dan staan. Oh, hallo mevrouw. Hallo. Er is bezoek in de molen. Ja. Welkom in mijn woningkees. Ja, wat leuk. Je hebt hem eigenlijk voor de helft, want de ene helft is wonen, de andere helft is het draaiende gedeelte. Oh, dus dit is je woongedeelte hier. Dit is het woongedeelte. Ja. Met de poes erbij, gezellig. Erbij. Er zijn best wel weinig ramen in een molen. Klopt. Ja. Klopt. Dat moet je tegen. Je hebt zo'n mooi uitzicht. Nou zijn er nog extra bijgeplaatst in de loop der jaren na de bouw. Ja? Maar officieel zat alleen
dit raam erin. Dit raam hierachter zat erin. Dat raam, dat kom je bij elke molen tegen. Hier in de kinderdijk dan. Ja. En dat was het originele raam. En daar, voor de rest zat er niks. Nee, dus je hebt deze erbij laten zetten? Ja, in de keuken zit, is die erbij gekomen. Ja. In de deur uiteraard, toch een beetje lichtinval te krijgen. Dat je niet helemaal in het donker hol zit, zeg maar. Er zit een heel groot houten wiel. Ja. En die zit op dezelfde as eigenlijk, die door een buitenmuur heen gaat, waar het scheprad aan zit om het water weg te pompen. Oh. Dus als de molen draait, dan hoor je ook alles kraken, piepen. Ik hoor het, ja. Ik dacht dat mijn knieën waren naar die boter van net, maar... Kunnen we daar ook nog een klein kijkje? Ja, kom maar verder. Ik loop gewoon achter je aan. Oh, het wordt steeds donkerder, Jorren. Ja, je kijk uit je hoofd hier, want hier is het een beetje laag. Zo. Ik denk, je hebt een soort danspaal in je... Als de molen stil stond, zou je hem daar ook voor kunnen gebruiken, ja. Ja, maar jeetje, wat bijzonder, joh. Ja, bij de meeste molen zit hij altijd weggetimmerd. En ik heb hem opengemaakt toen ik hier kwam wonen. En jij bent dus officieel molenaar? Ja. Want anders mag je niet draaien? Anders mag je er niet aankomen, nee. Nee, dan zeker, mag je er alleen naar kijken. Zeker niet met deze wind? Nee. Hoe hard kan een molen draaien? Als je, kan die ook uit zijn wieken? Ja hoor, makkelijk. Makkelijk? Ja. Je moet natuurlijk ontzettend opletten wat je doet. Dus dat zou zomaar eens een keer fout kunnen gaan als je dat de wieken te hard draait? Zeer zeker. Als ik dat niet goed inschat of zomaar iets doet, ja dan... Maar gebeurt dat ook? Is dat wel eens... Gelukkig niet meer. Tegenwoordig ben je wel erg gewoon voorzichtig, want het is officieel het malen met een molen niet meer nodig. Het is hobbymatig. Ja, ja, ja. Maar vroeger, als het echt moest, ja, dan moest je wel wat risico's nemen. Het water moest toch de polder uit. Dus eigenlijk net de zeilboot. Ja, spelen met de wind. Spelen met de wind. Hoe zit het met jouw hoogtevrees? Jurre gaat ons voor, maar het is echt helemaal omhoog over heel spel een trappetje. Het wordt steeds donkerder. Jeetje, maar nu staan we dus boven in de molen. Ja, nu sta je in het hart van de molen, zeg maar. Ja, het draaiende gedeelte. Hier komt de as binnen waar de wieken aan zitten. En om die as zit dat grote wielgewicht. En die brengt het over naar het schijfloop met de spil naar beneden. Oh ja. Moet dit nou nog veel onderhouden worden ook? Heel veel. Ja? Ja. Maar waar houden die onderdelen vandaan dan? Die worden eigenlijk... door de molenmakers ter plekke gemaakt of bij hun in de werkplaats. Oh. Er zijn speciale molenmakersbedrijven in Nederland. Ja. En wij hebben hier onze huismolenmaker is firma De Gelder uit Sliedrecht. En als er onderhoudsgeld is voor een molen en er zijn bepaalde dingen die gedaan moeten worden, dan komen hun het repareren of aanpassen. Maar is daar een soort van subsidie voor of zo dan? Ja. Want het is enorm duur, neem ik aan, om zo'n molen te onderhouden. En... Voor echt grotere restauraties kan je inderdaad aanspraak op subsidie maken van de overheid. Ja. Alleen ja, een gemeente of een molenstichting die moet ook zelf het een en ander in het potje stoppen. Ja. En dat doen ze hier in Kinderrijk natuurlijk ook. Ja. Dus het geld van de toeristen, dat gaat onder andere ook naar het heel potje om... Heel veel geld wat er verdient wordt aan de toeristen, dat gaat allemaal het onderhoudspotje in. Voor alle 19e molens hier. Nou, dat is wel mooi. Nou Björn, ik wil je bedanken voor de korte rondleiding door je molen heen. Ik vind het leuk om gezien te hebben. Nou, graag gedaan Kees. En, leuk dat je er was. Ga je goed op de molen. Allerbeste. En Bert en ik gaan er weer vandoor. Kijk uit Bert. Ja, lukken. Dus het zal je toch gebeuren dat je een klap krijgt van deze wieken. Oeh, ik wil nog niet dood vandaag. Het is nog niet mijn tijd. Ja. Het is ons gelukt. Je zou toch een klap van de molen krijgen? Oh, nou, sommige mensen denk ik wel dat ik dat heb gehad. Maar dat is niet. Varen we langs Klein Alblas. De goudkust van Alblasserdam volgens mij. De goudkust van Alblasserdam. Ligt naast Hof van Soeburg. Wat een kasten van huizen. Ja, ja. Het is eigenlijk net buiten wat wij gewend zijn, wat het dorp Alblasserdam is, zeg maar. Er staan leuke huisjes tussen hoor. Kijk eens. Fijn sloepje voor de deur.
Nou, nog even sparen, Bert. Ja, ik zou hier wel kunnen wonen, maar financieel nog niet. Nee. Kijk eens aan, de finish is weer in zicht. Restaurant De Krom. Hey, de brandweer staat er nog op me te wachten. Ja hoor, tikkie naar links. Links. Ja. Je bent geslaagd hoor. Voor je aanlegdiploma. Nou Bert, we hebben weer vaste grond onder de voeten. Ja. Het was een avontuurlijke dag met alle weertypes die je maar kan bedenken. Zeker, echt Hollands weer. Ja, Hollands weer. Ik ben toch wel dingen te weten gekomen over de Alblasserwaard die ik nog niet wist. Gelukkig, dat is niet van niks geweest. Nee, dat je mij nog iets kan bijbrengen. Ja. Binnenkort zien jullie trouwens nog een vlog van mij. Die gaat over de molens die in de schaduw staan van de molens van Kinderdijk. Dus hou dat in de gaten. Dit was hem voor nu. Ik zou zeggen, bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende bestemming. Hoi. Doei.